Wel wat ongeruster nu dan 10 minuutjes geleden toen u mij nog niks had verteld. Ja, nou ja, vanmorgen was het weer zover. Ik dacht in het begin dus dat ik een brandblusser gevonden had. Totdat ik er een klap met de schep op gaf. Toen klonk het heel massief. En toen ben ik gaan graven en gaan graven. Ja, toen kwam er een vliegtuigbom tevoorschijn. Hoeveel ponder is dat? 100 ponder. Goeiedag. Ja, en het is gewoon zo'n ding. Deze diameter. De vliegtuigbom is in alle vroegte weggehaald. Maar met de vondst staat de teller op bijna 200 explosieven die Mallecote dit jaar heeft opgegraven op het strand van Den Helder. Ik hoorde het. Ja, dat is wel verontrustend natuurlijk, omdat er kleine kindjes zijn hier ook. En u zei mij dat er ook nog andere dingen zijn gevonden. Ja, dat is wel ernstig. Ja, dat verontrust toch wel. Dat zeg je, het komt heel dichtbij. Maar als dit al vanaf januari speelt, dan denk je, ja, dan zijn we nu 8 maanden verder. En dan had ik een iets kortere reactietijd verwacht van de gemeente om daadkrachtig op te treden. De gemeente Den Helder liet al eerder weten dat delen van het strand worden onderzocht op explosieven. Maar dat het opruimen gebeurt als het wat minder mooi weer is. Ja, je hebt er nu zoveel gevonden. Ik denk dat mensen ook wel gaan denken van, ja, je maakt er een sport van. Nou ja, dat zullen de mensen, een heleboel mensen zullen gerust wel denken, hij maakt er een sport van. Ik maak er echt geen sport van, want ik maak er een sport van om muntjes en ringetjes en andere waardevolle dingen te vinden. En dan tussendoor vind je weer dit. En toch, ik heb de metaaldetector heb ik zo afgesteld dat die eigenlijk niet op staal afgaat. Maar ja, zulke grote voorwerpen, daar kan ik niet omheen en de metaaldetector ook niet. Ik heb begrepen dat vanochtend die bom is ontmanteld en betreft, het is er weer één minder. Ja, dat scheelt, maar je weet dan niet wat er nog meer ligt. En dan word je een beetje ongerust. Maar goed, ik ga wel vandaag nu nog wel even op het strand liggen.